Ik herinner me nog dat jij toentijd eigenlijk had verteld dat jij natuurlijk bij Special Force zat inderdaad. Je ging veel naar het buitenland toe, waarin jij dan inderdaad je baas had ontslagen en eigenlijk begon met Airbnb verhuur. En ja. Met jouw salaris eigenlijk volgens mij 2 panden had gekocht en daarmee kon je eigenlijk al van leven. Ja. Als we kijken naar de afgelopen 2 jaar, ja, wat is er dan eigenlijk allemaal gebeurd daarna, weet je? Want ik denk de markt is voor vastgoed ook flink veranderd. Ja. Hoe is het eigenlijk bij jou allemaal gegaan? Hoe is het allemaal voor jou gegaan? Ja. Qua business misschien, om zo te zeggen. Ik denk eigen portfolio. We hebben zelf nog een woning erbij gekocht. Ja. Met een wellness erbij. Dus dat is wellness? Een wellnesshuisje hebben. Hoe is dat eigenlijk? Ja, dat is echt de tip die ik iedereen meteen meegegeven. Ja. Ga je iets kopen, zorg dat je iets exclusief erbij krijgt. Oh, nu, ja. Van april tot en met november ga je ze niet verdienen. Ga je ze wel verdienen, maar dan zit je toch wel vol. Mm-hmm. Maar het gaat juist om dat je iets exclusief hebt voor het laagseizoen. Dus daar zijn we nu 6 weken mee online. Je zit ramvol. Ik heb er 1 keer zelf in kunnen zitten. Ik dacht, ik ga ook zelf even in de sauna. Maar dat, ja. Nee, dat is echt een hele goede set geweest.